Het terrein van de voormalige glasfabriek is verkocht. Op dit terrein stond tot 2017 de fabriek van OI Netherlands, waar glasverpakkingen voor voedings- en drankenproducenten werden gemaakt. In de komende jaren krijgt het terrein een nieuwe bestemming, waarbij onder meer zo'n 700 woningen zullen worden gerealiseerd. We zijn druk nog bezig met de plannen om te kijken hoeveel woningen we exact kwijt kunnen. Maar waar we nu ongeveer tegenaan kijken, zal het omstreeks 700 woningen zijn. Is op dit moment de grond schoon genoeg om op te bouwen? Nee, we hebben wel wat werk aan de winkel wat dat er gaat. Hè. Na ruim 100, 150 jaar glas produceren is hier natuurlijk wat nodig gebeurd. Dus een van de dingen die we gaan doen is inderdaad saneren. En zorgen dat het geschikt wordt voor woningbouw en voor bedrijvigheid. Is dat een grote taak? Nou, dat is een beheersbare taak, laten we het zo zeggen. Dus nee, we weten waar we aan toe zijn en wat er moet gaan gebeuren. Dus dat gaat goed komen. Wat wij vooral heel belangrijk vinden is dat we het verhaal van de plek blijven vertellen. Dus dat is ook een van de eerste stappen die we nu aan het doen zijn. Om echt als het ware van nul tot nu, letterlijk vanaf de prehistorie tot aan waar we nu staan in deze tijd. Om dat verhaal goed inzichtelijk te brengen. En vanuit dat verhaal de hele ontwikkeling op te gaan tuigen. En het concept te gaan laden eigenlijk. Het zal sowieso voor een heel groot stuk zal het nieuwbouw gaan worden. Maar er staan her en der natuurlijk wel pareltjes die we, als het maar even kan, daarin willen gaan hergebruiken. Nou, bijvoorbeeld de silo's natuurlijk. Zijn daar misschien toevallig? Silo's, daar kan je natuurlijk niet omheen. En het allerleukste zou zijn als we daar weer een mooie nieuwe functie aan kunnen geven. Dus daar kijken we zeker naar, ja. Ja, in principe denken we nog aan alle doelgroepen. Dus zowel eengezinswoningen als appartementen inderdaad. Tweekamer, driekamer, vierkamer woningen. Maar ook vooral in verschillende prijskategorieën. Dus er zal iets in de huur komen, er zal iets in de koop komen. En ook de sociale huur wordt zeker niet vergeten. Ja, er komt zeker ook plek voor ondernemers. We gaan horeca sowieso in het gebied brengen. Het moet een prettige verblijfsplek worden. Maar ook een plek waar misschien toeristen ook komen kijken. Om ook te genieten van de destilleerderijen die hier omheen zitten. Dus naast een stuk horeca is er ook voldoende ruimte om ondernemers ook een plek te geven in op deze locatie. Hoe staat er een plan al voor wanneer gebouwd gaat worden? Nou, we denken in 2022 dat de eerste stofwolken wel zichtbaar moeten gaan zijn. Tot die tijd moeten we nog best wel wat doen. Een nieuw stedenbouwkundig plan maken, een bestemmingsplanprocedure uiteraard. Maar vanaf dan gaat het denk ik echt buiten van start. En ja, dan moet u toch wel rekening houden met een jaar of 5, 6 in totaal nog. Voordat we hier de laatste steen hebben gemetseld, om het zo maar te zeggen. En de laatste sleutel is overgedragen.